Jill, welkom op de show bij Studio for Life. Toffe test trouwens. Dank u, ja. Heel tof merk ook, hè. proficiat ook met je verschijning in Jonge Wolven. Ik vind dat je er ook heel echt overkomt. Heb je eigenlijk ook lang moeten nadenken om mee te doen aan de show? Ik heb in het begin wel even zo gedacht van, oké, zou ik eraan meedoen? Want ja, tv is make it or break it. There's no in between, heb ik altijd. Allee, vind ik altijd persoonlijk. Dus ik heb wel heel goed research gedaan. Ik denk dat alle andere kandidaten ook wel even gekeken hebben van, oké, wie doet er mee? En wat zijn de voorwaarden? Dus ik denk dat je dat altijd moet doen als je gevraagd wordt voor een tv-programma. En je wilt natuurlijk je business naar voren schuiven. We hadden niks te winnen. Het was niet een so you think you can dance. Je kon geen prijzengeld winnen. We hadden al iets opgebouwd. Dus het was wel heel belangrijk om dat zeker te beschermen. Maar omdat ik daarna had gezien dat we heel veel serieuze profielen meededen en goede voorwaarden hadden, heb ik niet lang moeten nadenken. Herkennen mensen nu op de straat? Of, Ik heb nu wel zo in de brickheads van, oh my god, zeg jij die van Jonge Wolven? En dan zeg ik, ja, dat ben ik. Maar nu echt om te zeggen, als ik bijvoorbeeld een BV, Ben Zegers bijvoorbeeld hier, zie je, denk ik ook niet van, oh, maak ik een foto of zo. Dat gebeurt niet veel, maar je voelt wel zo wat meer die ogen op je. Dus ik voel zo soms wel een druk, zeker met mijn naam, Bikini Body, dat ik wel altijd moet zien wat ik eet. En dat ik wel, ja, dat begint wel zo wat meer en meer. En hoe ga je er al komen met die indruk? Ik had die druk eigenlijk van ervoor al, met de naam. Het is wel in een name, Bikini Body. Je moet zien dat je er altijd wel een beetje goed blijft uitzien. En dat je goed naar de gym gaat en dat je voor je lichaam zorg draagt. Dus ik kan daar wel goed mee om, want ik ben daar zo in gegroeid eigenlijk. Dat is geleidelijk aangekomen. Dat is niet dat ineens, bam, er is. Dus, ça va. Nu, naast heel veel positieve reacties heb ik ook gelezen dat je ook wel negatieve reacties krijgt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus ik heb 3 keer negatief in de kranten gestaan, beter gezegd. Ik denk ook wel van, there is no such thing as bad publicity. Allee, er is geen slechte publiciteit. Het is altijd wel goed om in de krant te komen, want op elk argument is er een tegenargument. En ik weet heel goed waar ik mee bezig ben, want ik ben daar al zo lang aan het doen. Dus die mensen denken ook niet na van, die zullen wel zo uit haar een duim zuigen of dit of dat. Tuurlijk heb ik daar een tegenantwoord op, dus ik ben ook wel blij dat ik een tegenantwoord heb kunnen geven. Dus dat heb ik gedaan in het laatste nieuws en in de tv-familie, denk ik, dat gepubliceerd is. En ja, ik denk dat vooral mensen zijn, conculega's noem ik dat. Ik noem dat zeker geen vijanden of ik kijk daar zeker niet slecht tegenaan. Ik heb dat in de vorige aflevering ook gezegd van, er is altijd genoeg plaats aan de tafel. Je kunt altijd maar beter samenspelen en eventueel elkaar versterken en elkaar naar beneden halen om je eigen brand naar boven te halen. Vind ik echt not done. En het zijn meestal de mensen die daar ook in de voedings- of sportindustrie zitten, die een andere visie hebben op afvallen, gezondheid, cleansing. Dus je pakt dat erbij. Ik vind het gewoon jammer dat dat wordt gepubliceerd zonder een tegenreactie. Maar die heb ik dan wel gelukkig kunnen geven. Had je ook verwacht dat je zo'n reacties ging krijgen? Ja, sowieso, want je hebt altijd mensen die een andere visie hebben. Dus dat is normaal dat je tegenreacties gaat krijgen. En ik stond daar ook wel voor open. Ik dacht van, als ik die vragen krijg, ik kan daar perfect op antwoorden. Anders had ik er ook niet mee meegedaan. Anders had ik te bang geweest van, oh nee, ik weet niet waar, ik ben nog niet goed voorbereid of dat is niet in orde. Je ziet natuurlijk wel eerst even dat alles echt perfect in orde is voordat je aan zoiets deelneemt. Dus ja. Nu, je bent ook oprichter van Bikini Body onder andere en Comel ook, heb ik gezien. Ja. Bikini Body, als ik me goed heb laten informeren, is voornamelijk sapjes, thee, andere dingen. Maar van waar is eigenlijk ooit die interesse gekomen om te starten met Bikini Body? Dat is eigenlijk gewoon gekomen door een hobby. Ik was eigenlijk vastgoedmakelaar, dus ik deed bezichtigingen en ik werkte eigenlijk 9 to 5, soms een beetje later. En toen had ik zoiets van, ik was wat bijgekomen door met mijn vriend veel te gaan eten. Bon vivant, je bent verliefd die eerste jaren. Allee, nog steeds, maar hè, je eet enorm veel. En dat zag ik ook, hè. Ik kwam superveel bij. Ik was 8 kilo of zo bijgekomen. Dus dan dacht ik van, ik moet hier wel iets gaan ondernemen. Dus ik ben heel veel documentaires gaan kijken. Ik heb een cursus gevolgd. En dan ben ik zo wat beginnen experimenteren met sapjes. Ook mee, op vlak van cleansing. Je komt heel veel bijvoorbeeld
kankers en zo tegen. Dat komt enorm veel voor in deze wereld. De corona dat bijvoorbeeld nu ook ongoing is. Je hebt enorm veel ziektes. En hoe kun je die bestrijden? Niet door medicatie, is door superfoods en groente, fruit, door natuurlijke producten. En ik had dan een paar dingen opgeschreven wat dan heel belangrijk was voor die ziekte, heel belangrijk voor die ziekte. Eigenlijk wat ze allemaal zeggen en waar ik allemaal las. En dan dacht ik van, hoe ga ik dat allemaal in één week maken om mij om de maand zo eens te cleansen? En dan dacht ik, ik giet dat in sapjes. Dus dan ben ik eigenlijk begonnen met sapjes te maken. En heb ik eigenlijk zo aan mijn traject gefilmd en online gezet. Ik had eigenlijk al wel wat volgers, denk 1000, 2000 op mijn eigen, zoals een begin, hè, op mijn eigen profiel. Door zo wat fashion dingen te promoten en mijn stijl zo wat, online te zetten. Zo wat boomerangstjes te maken, zo wat de simple life eigenlijk. Dat is ineens heel groot geworden. Heel veel mensen zeggen, amai, hoe heb je dat gedaan? En wat is dat? En kunnen dat ook voor mij krijgen? En zo is de bal eigenlijk zo aan het rollen gegaan. Heb je ook elk met zo'n vooroordelen moeten kampen van mensen die dachten van, oké, hier is Gilles met mijn onderneming of met dit, gaat dat wel werken? Ja, ik heb dat vooral ook gehad met mijn familie, denk ik, die daar zo, er zo wat sceptisch tegenover stonden van, die sapjes, dat gaat niet blijven. Zijn, hè? En dat is maar een rage. Of vrienden van mijn vriend of mijn vriendinnen. Niet echt vriendinnen, maar zo wat kennissen. Mijn vriendinnen hebben mij altijd gesteund, echt. En die zeiden, dat gaat echt niet blijven duren. En dat is gewoon een trend. En dat gaat wel weg. Maar je moet blijven innoveren. Tuurlijk gaat niet alleen die sapjes voor altijd hut van hut gaan zijn. Er gaat altijd wel een nieuw poeierke of een nieuw teken of een tabletje of whatever. Er gaat altijd wel iets uitkomen dat je... Dat de hype is, dus je moet wel zo wat meegaan. Maar ik ga wel mee op basis van in lijn van Bikini Body. Ik ga niet mee in iets chemisch of zo. Ik wil altijd wel de natuurlijke en meest verantwoorde weg eigenlijk kiezen. Dus ja. Okay. Je hebt recent ook gestart, volgens het programma toch, geloven met je bikinilijn ook? Ja. Hoe loopt die eigenlijk en van waar eigenlijk ooit ook het idee om dan effectief een bikini in het gamma te steken? Ja, dus de bikini in het gamma is eigenlijk door... Toen ik 17 werd, had ik een idee voor een van mijn beste vriendinnen een lingerie/bikinilijn op te richten. The Girl Next Door heette dat. Amai, zeg. Verschrik me aan. En we hebben dat dan gedaan. Dat was heel plezant, want we hadden dat zo... geïnspireerd op Gooseberry Intimates. En die zitten in Amerika en die shipten niet naar Europa. En ik had zoiets van, dat is zo mooi. Ik wil dat hebben, maar dat shipt niet naar Europa en niet naar België. Dus we moeten niet zien of we dat ergens anders kunnen inkopen of zo. Misschien kunnen we dat hier wel verkopen. En met dat idee hebben we zo wat gespeeld, wat producenten gebeld. Inkopen, Parijs, Bologna. Stond er eigenlijk ook mee op de planning. Dat hebben we niet gedaan. Maar dan hebben we dat allemaal ingekocht en dan zo eigenlijk beginnen verkopen. En dat was ook wel een succes. Maar ja, met vriendinnen samenwerken is niet altijd het beste om te doen. Dus we hebben dat dan eigenlijk gewoon op het einde gesplitst voor onze vriendschap niet in gevaar te brengen. Dus daarmee, die bikini is altijd wel een passie geweest. Dat snap ik, dat is herkenbaar. Je ziet ook voornamelijk eigenlijk dat je de producten dat je aanbiedt, ik kan me ook vergissen dat er voornamelijk vrouwen eigenlijk geïnteresseerd in zijn. Buiten de bikinis natuurlijk, is het ook iets voor mannen eigenlijk, dat mannen ook kunnen doen? Ah, wel, daar zijn we mee bezig. Want ik ben me van bewust, bijvoorbeeld met Camel ook, dat is echt eigenlijk een naam voor vrouwen. Ik fixeer mij zo op de vrouwen. Maar eigenlijk zijn er ook heel veel mannen in de wereld. Dus we willen er ook wel iets voor mannen voor doen. We willen bijvoorbeeld, ik zal het al een sneak peek geven, voor Bikini Body, als je de D wegdenkt, krijg je... De wat? De D? De D, scherpe. Ja, Bikini Boy. Zo. Dus ik dacht, misschien dan in zwart gewoon die D goed schrappen en dan eigenlijk de mannenlijn uitbrengen. Gaat dat meer zo wat proteïnes zijn, spieropbouw, ook afslanking. Maar daar zijn we nu bezig met een diëtiste, want dat is allemaal voor mannen is dat zo wat anders. En ja, die kunnen natuurlijk ook het vrouwelijk programma pakken. Je kunt kiezen voor waar je gaat. Maar ik heb daar jammer genoeg wel zo wat een breeklijn in gemaakt, mannen, vrouwen. Dus het is nu zo wel wat... Lastig, maar er zijn wel mannen die het doen. Die doen bijvoorbeeld Mark Koeken doet het. Bikini Body. En Dimitri Vegas is ook nu bezig met de sapjes en heeft ook de thee gedaan. Dus
Ja, het zijn allemaal mannen die het natuurlijk doen. Mijn vriend doet het. Dus, het zijn goede testimonials. Hè? Heel goede testimonials. En heel veel vrouwen zeggen van ja, mijn man gaat meedoen. Dus ja, dan krijg ik die er wel eens bij. Keigoed, dat klinkt goed. Ja. Jij hebt ook nu met Bikini Body een productieteam van ongeveer 7 man, denk ik. Ja, we hebben nu iemand aangenomen extra, dus 8. Kijk, 8. Ja. Is het dan soms ook niet moeilijk om zo een beetje te schuiven tussen enerzijds bedrijfsleider en anderzijds ondernemer, omdat je moet je team managen, maar je moet ook wel aan je bedrijf aan zich werken? Ja, allee, mijn team manager, ik ben daar eigenlijk niet heel veel in de productie zelf. Ik ben heel veel in meetings, heel veel in dingen zoals ik nu doe. Gaan spreken in school heb ik nu binnenkort. Dus er komt heel veel bij. En heel veel social media dat ik ook moet doen. We hebben nu ook een nieuwe zaak overgenomen waar ik ook social media van moet gaan doen. Dus er zijn zoveel takken van mijn business traject dat ik daar niet heel veel kan zijn. Dus ik heb een heel goede assistent die daar eigenlijk alles voor ons doet. Dus die doet het managing van het personeel, het managing van de orders, waar dat er binnen gaat, waar dat er buiten gaat, zij weet eigenlijk alles. Dus zij rapporteert wel altijd aan mij op het einde van de dag of het einde van de week van hoe is dat geweest. We hebben ook een WhatsApp-groepje waar ik elke dag in stuur van is dat al in orde, die stuurt dat, die een influencer wil dat, is dat al verstuurd, heeft die al iets gepost, dus dat is altijd wel. En zij managt dat ongelooflijk. Zonder haar dan, ik ga even zout afkappen. Ja, zij is echt wel een super meisje. Daar heb ik echt heel veel aan. Nu om terug te komen ook op je gamma. Je hebt allerlei dingen. Ik denk ook misschien dat je misschien wel een beetje hebt om dat uit te breiden. Ik bedoel, what's next? Misschien nog sportkledij of andere dingen? Of? Ja, dus what's next is eigenlijk zo wat, in Bikini Body zelf zijn we nog wel zo aan het uitbreiden naar natuurlijke afslankpillen. Want heel veel mensen vinden dat... Allee, heel veel mensen, saf eigenlijk. Meer en meer mensen beginnen thee te lusten. Zeker de mijne, omdat die niet echt naar thee smaakt. Maar er zijn er die dat gewoon helemaal niet lusten. Die zeggen, ik moet er echt suiker bij hebben. Dus we hebben nu onze theeformule zijn we in een pil aan het verwerken. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, hoe dat gaat aanslagen. Ook iets met slaap ben ik aan het doen, omdat ik daar zelf heel veel last van heb gehad, van insomnia. Ik denk dat ik van de nacht pas om 2:30 sliep, ken het. En dan piekeren heel veel in je hoofd en heel moeilijk kunnen loslaten. Dus daarmee zijn we bezig. Een nieuw boek zijn we aan het maken, Melano. En het volgende, waar ik echt heel hard op aan het werk ben, is nu de lijn met Comel. Samen met mijn schoonzus, die is eigenlijk alles mee aan het managen. Om eigenlijk daar nog iets mee te doen, want ik had er al eigenlijk veel in geïnvesteerd. En ik wil dat wel zo wat in lijn van Bikini Body houden. Dus activewear, comfortwear en sportwear. Maar je ziet iemand die zeer gedreven is, lijkt me. Ja, ik heb keiveel ideeën en dan als ik dat dan niet uitwerk, dan word ik aan mijn tante. Dan denk ik, shit, straks gaat mijn concurrent ermee lopen of is iemand anders weg. En dan zou ik mezelf niet kunnen vergeven. Dat snap ik volledig. Ja. Je zegt zelf ook dat je heel veel met social media bezig bent. Hoeveel tijd steekt je eigenlijk ook in het perfecte van, alleen in het nemen van een perfecte foto? Goh. Dat kan soms dagen zijn, hè. Dat zeker op mijn persoonlijk profiel, dat kan... Dan doe ik een dag bijvoorbeeld met een ringlamp de foto's pakken. Dan de volgende dag mijn vriend een paar foto's en dan kies ik zo de beste eruit. En dan gaan die door een bewerkingsprocesje van 4 programma's of zo. Ik smooth dat wel zo een beetje. En die lichten, ik speel heel veel met die lichten. Ik probeer dat wel niet te veel te bewerken, want anders gaan ze zeggen, amai, die ziet er ook niet uit in het echt zoals op haar foto's staan. Dat is ook wel belangrijk. Dat je dat zo'n beetje in heren houdt. Maar dat kan wel lang zijn dat ik eraan spendeer. Ja, sowieso. Ik denk daar goed over na waar ik post. Dat er zo wat in past, dat één mooi geheel is. Dat vind ik belangrijk. Heb je ook dan een bepaalde structuur in je dag? Omdat jij ook, je schrijft een blog, je doet social media van andere bedrijven. Je hebt je eigen bedrijf. Hoe ziet dat in de dag eruit van Gilles? Heel ongestructureerd, want ik ben echt een super ongestructureerd persoon. Ik ken geen structuur, dus dat is echt een hel. Het is niet dat ik zeg van ja, vandaag gaan we enkel werken op Bikini Body en morgen op Californication. Dat is dan mijn nieuwe zaak dat ik heb overgenomen. Het is echt puur, het is gewoon waar dat, als ik één gaatje heb, probeer ik dat er zo wat tussen te managen. Dus ja. En houd je dat allemaal tegelijkertijd in de lucht, al die zaken? Oh, ik ben dat gewoon aan het doen. Ik denk daar niet echt over na van hoe ik dat in de lucht hou of nee.
soms denk ik wel van, amai, ik heb wel wat gedaan vandaag. Maar dat is dan ook, dat is dan één flits in mijn gedachten en dan is dat ook weer weg en dan gaat dat weer voort. Hè. Dus ja, sorry, ik heb wat jeuk. Oh, en wat wil je eigenlijk hiermee bereiken met hetgeen dat je doet? Ha, ik denk vooral ja, meer engagement, ook met dat programma, dat ik meer accounts bereik die dat bijvoorbeeld niet op social media zitten. Dan denk ik misschien aan de oudere generatie die dat dan is zien van, zeg, misschien moeten we ook eens een cleanse doen. Meer volgers zijn meer klanten. En ja, nieuwe business opportunities. Denk ik wel dat het altijd welkom is. Ik vind het altijd leuk om te innoveren, andere mensen hun visie te kijken en te kijken wat we nog meer kunnen doen, want je moet blijven innoveren. Als brand. Klinkt goed. Ja. Je bent natuurlijk ook veel meer dan enkel de oprichter van Bikini Body en Comel en ook andere dingen. Maar wat is het eigenlijk dat weinig mensen over u weten? Weinig mensen over mij weten? Ja. Goh, eigenlijk momenteel redelijk veel, want ik vlog mijn dag ook en zo. En ik heb niet zo heel veel niet meer te verbergen. Maar als er iets is, dan denk ik dat ik wel soms ook onzeker ben. En dat ik soms ook wel zoiets heb van... Amai, zie ik er wel goed uit en ik voel me ietsje dikker en ik voel me dit en ik voel me dat. En ik probeer daar niet te veel te zeggen, want als ik dat zeg, dan komen er keiveel reacties op van hashtag body positivity. Je bent toch altijd bezig met body positivity en je moet je een buik niet intrekken, want je geeft dan een fout beeld naar je volgers. En een hele tijd die hebben druk om opgelegd te krijgen van je moet zien dat je zelf je ook laat gaan en dat je er confident staat. Dat is heel moeilijk, want ik ben dat soms ook niet en ik ben soms ook... een beetje onzeker en ik kan soms ook zo denken van, oh nee, sta ik er wel goed op of is mijn buik dit of is dat dat? En dat ik ook niet durf om dat soms te laten zien. Ik ben dat wel meer en meer aan het doen, maar dat is voor mij ook niet makkelijk en is ook soms een drempel. En mensen kunnen soms hard zijn van achter hun schermpje, dus dan kan ik het soms ook wel moeilijk krijgen. Maar ik denk dat dat bij iedereen zo is. Dus ik denk dat ze achter al dat confident woman stijl ook wel, allee, dat er wel een kwetsbaar meisje schuilt. Ik denk dat dat zoiets is, ja. Dat is mooi dat je dan toch de bal hebt, zeg maar, om ook te laten zien gewoon, hè, die kwetsbaarheid. Ja, ja, voilà. Nee, ik ben dat nu aan het doen, omdat ik zoiets heb, dan is die een drempel minder hoog. Als ik dat inderdaad vlog allemaal en online zet, is die een drempel minder hoog van zonder make-up buiten te komen of zonder make-up is een story te reposten of mij gewoon te reposten, hoe dat ze mij raw fotograferen, I don't care. Vroeger was dat van, oh nee, wel zien, juiste kant, is dat goed, moet ik zo nog, moet ik dat? Nu denk ik echt van, ja, whatever, we zullen wel zien. In de eerste aflevering dacht ik ook van, oh nee, mijn haar, dat is keistatisch. Oh nee, die make-up, oh nee, die wimper, oh nee, dat. Nu denk ik echt van, ja, whatever. Ja, is dat geen verhouding in dat je nu zo doet van, boeien? Ja, alleen omdat dat soms boeien is soms ook wel van, oh nee, dan denk ik van, ja nee, toch niet boeien. Zo ken je het. Dat is altijd zo een duiveltje en een engeltje. Dat is moeilijk, omdat je dan op Instagram dan wel die perfecte foto's wilt. Dus dat is zo soms wel zo moeilijk. Maar ik probeer dat wel zo te veranderen, omdat ik er veel reactie op krijg. En ik wil er wel iets mee doen. Elke feedback dat ik krijg, probeer ik echt wel te lezen. Ook al is dat een heel nasty feedback of een stoute feedback, dan denk ik van oké, whatever, ik ga dat toch meepakken en ik ga daar misschien iets mee doen, want het is misschien wel een reden dat mensen dat vinden. En heb je ook een idee van waar die onzekerheid komt? Ja, social media sowieso. Ik denk dat dat bij alle meisjes zo is. Ik denk dat er heel veel burn-outs en onzekerheden komt van social media, van al die perfecte plaatjes, al die perfecte reizen, al die perfecte bodies en dat perfecte haar en huid en whatever. Dat is gewoon, je ziet zoveel perfectie en je wilt dat dan ook. En dan denk je van, ja, damn it, ja, ik zal dat dan nog maar eens. En zou ik mijn haar dan zo doen of zou ik dat zo doen? En ik zou elke dag naar de kapper moeten en ik moet daarin investeren en daar. En dat moet je gewoon loslaten, want je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven en gewoon in jezelf investeren waar je echt belangrijk vindt. Ik snap wel dat als je een paar kilo wilt afvallen of je gezondheid wilt in investeren, dat je dan zegt van ik investeer in sapjes en ik begin in thee te doen. Maar om dat perfectie heel net na te, je kunt dat gewoon niet, dat gaat gewoon niet. En die modellen dat je ziet online, die doen ook niks anders dan, hebben een heel team achter hun. Hè. Bijvoorbeeld G. Alvarez, Alexis Ren, die hebben een team van 20 man mee altijd om perfecte foto's te shooten. Vogue, dat wordt allemaal allee, die coverfoto's, dat is geen raw beeld. Dus dat is een beetje een gescripte
versie van de realiteit. En dat zien mensen soms niet. En dat is wel jammer voor de meisjes die dat, de jongere generatie nog dat niet inzien. Zoals mijn nichtjes bijvoorbeeld, daar hou ik mijn hart al voor vast van. Dat ik zoiets heb van, oh, pak daar geen voorbeeld aan en doe gewoon wat je zelf graag doet. Detox je dan soms zelf ook van social media, omdat je job bestaat er eigenlijk uit om dat in leven te houden. Is dat ook niet moeilijk voor hem dat ook gewoon links te laten liggen, om gewoon eens een paar dagen zelfs maar, er is gewoon niks mee te doen, of ken dat niet? Ja, dat ken niet, want mijn verkopen en zo, en mijn klantendienst eigenlijk is ook op Instagram. En dat, ja, weet je, dat is zo daarnaar gegroeid. Maar ik kan wel, wat ik nu wel kan, is door die beelden zien. Als ik dat zie, dan denk ik van, amai, dat is een mooie inspiratie, dat is een mooie foto. Dan like ik dat zeker en vast, maar het is niet dat ik zoiets heb van, oh, ik voel mij zo dik nu, oh, ik voel mij zo dingen, ik voel mij dat. Ik heb dat wel gehad en ik denk dat daar ook wel die onzekerheid nog eens van is achtergebleven. Maar ik kan dat nu wel klasseren van, ja, whatever, snap je, dat zal ook wel wat bewerkt zijn en dat zal ook wel wat, dit en dat, dat kan niet altijd, de boog kan niet altijd gespannen staan, ik zal het zo zeggen. En ik vind het altijd wel leuk om te zien, die beelden. En ik snap dat sommige meisjes hun kop eraan laten hangen. Maar ik was ook zo vroeger. Hè. En daarmee dat die onzekerheid nog steeds wel wat is blijven hangen. Maar ik heb dat niet meer non-stop. Dus dat is wel goed. Is dat ook niet vermoeid voor om eigenlijk echt... Want eigenlijk ligt je weg dat zelf een beetje op. Dat je constant in Instagram in doog moet houden voor vragen, voor foto's. Voor... Ja, weet je. Ik heb dat zelf gekozen. Ik heb dat zelf in de hand gewerkt. I signed up for it, weet je wel. Dus dat moet ik erbij pakken. Als je... Ja, mijn vriend zegt altijd, hè, als je met de grote jongens mee wilt spelen, en dan moet ook gelijk... Dan moet je de prijs payen. En ja, dat is hard werken. Dat hoort daarbij. En sommigen zitten heel de tijd op hun computer met mails. Ik zit bijvoorbeeld heel de tijd op mijn computer met de social media op. Dat is eigenlijk hetzelfde als mails. En dat gaat een grote CEO van een bedrijf ook hebben, constant mails en is dat al in orde, is dat al in orde. Work never sleeps. En dat pak ik ook altijd mee in mijn dagelijks leven. Zelf als ik op de mei loop en ik zie iets nieuws van een sapje, dan ga ik dat kopen om te proberen. Of in Holland & Barrett, oh, dat zou plezant zijn. Ik vind dat ook leuk om te doen, dat is een hobby. Hè? Wie kan dat zeggen dat hem zijn job uitoefent vanuit een hobby? Ik bedoel, ongelooflijk. Dus voelt niet echt als werken eigenlijk voor mij. Ik doe dat ook altijd overal. Als jij nu juist met een koffiebar gaan halen, was ik ook al berichten aan het antwoorden. Als ik zo weet op de wc zit, dan ga ik ook te doen, snap je? Dus ik ben altijd er wel mee bezig, maar dat voelt ook niet als werk aan. En hoeveel uur ben je dan eigenlijk specifiek bezig met die Instagram? Oh, ik heb dat eens uitgekeken. Je kunt dat zien, hè, zo schermtijd. Ik denk 6 uur of zo. Ja, dat is veel, hè. Dat is insane. Hè. Dat is kei insane. Dus ik heb daar ook wel zo wat rug en nek, omdat ik altijd zo zit. Mijn osteopaat is ook een vriendin van mij. Allee, mijn kraker noemt dat zo, osteopaat. Kinesist, beter gezegd. En die zegt ook, oh, ik zag je daar zitten op tv, helemaal zo naar voren gebogen. Dat is echt geen goede houding. Je moet dat anders doen en dit en dat. En, ja, ik moet daar dus wel echt op letten, op mijn houding. Dus, ja. In Jonge Wolven was er ook een passage in de auto, denk ik, als ik me goed herinner. Dat je ook zei dat je vroeger als kind ook gepest bent geweest. Ja. Hoe heeft u dat eigenlijk gevormd als mens? Ja, ik denk dat misschien ook daarom de onzekerheden zoals zullen komen. Dat was natuurlijk, dat was echt hel, hè. Dat is van school, in de school zelf dat je gepest wordt, tot je hobby's dat je deed. Bijvoorbeeld, ik deed basket, zelfs daar werd ik zwak gepest. En dat was afschuwelijk als kind. Ik had echt zo een mini-depressie bijna als kind. Ik ging echt niet meer graag naar school. Ik zag het zo af, ik zag het heel donker, ik had helemaal geen zin om nog dingen te doen en ik was er echt ziek van en mijn mama vond dat ook heel erg en die wist ook natuurlijk niet hoe dat ze dat moest aanpakken en ik denk dat niemand dat wist, want kinderen zijn, ja, kunnen echt gemeen zijn, ze. Ik zie dat nu bijvoorbeeld vroeger met mijn nichtjes ook, die hadden dan zo'n brilletje en die hadden dan afgepakt en zo op school, ik had dat dan gehoord en dan dacht ik echt, oh my god, ik kan die allemaal iets doen. Maar ik had nooit grotere broers of zussen die mij konden steunen daarin en konden praten, want mijn ouders snapten dat toch niet zoals ik. Ja, snapte, die waren er niet bij. Dus. En mijn vader die relativeert alles. Oh, dat zal wel meevallen. Terwijl mijn mama heel bezorgd altijd was van nee, en je moet zien dat... Ja, je moet, allez, dat kun je toch niet maken. En je moet dat kind beschermen. Die stond er altijd voor mij.
Dus dat is wel leuk natuurlijk, dat je daar heel veel support in hebt gehad. Maar dat heeft mij wel gevormd met sommige keuzes die ik maak en mensen toelaten in het leven. Soms wel eens een wake-up call van, die had ik beter niet terug in mijn leven genomen. Of oké, ik ben blij dat die wel uit mijn leven is. Zo van die dingen. Misschien dat wel in keuzebanen wel een rol heeft gespeeld. Heb je daar dan ook moeilijker mee om je mensen in je kring zeg maar toe te laten dan? Momenteel komt er gewoon niemand meer bij. Ik heb dat ook niet meer nodig. Ik heb al weinig tijd voor mijn vriendinnen nu. En ik denk dat wij allemaal een super tight schedule hebben. Zoals Anouk bijvoorbeeld, dat is een van mijn beste vriendinnen. Samen met Chillum, die dat ook in het programma zit. Anouk die de wereld rondreist als DJ, heel veel dingen doet. Andere vriendinnen van mij, Freya, Gilles de Grief, die hebben het ook super druk met enorm veel dingen voor tv te doen en evenementen. We hebben altijd een super strak schema. Dus als we elkaar zien, probeer je altijd te combineren dat we ineens elkaar allemaal zien en dan één keer per week of zo. En dat vind ik al, dat is al super veel moeite om iedereen samen te krijgen. Laat staan dat je nog andere vriendinnengroepen begint te vormen. Dat zou gewoon niet gaan. Dus ik ben blij dat zo is. En iedereen deelt dezelfde mening met mij, denk ik. Dat we zoiets hebben van, het is goed nu en er komt gewoon niemand meer bij. Of ze moet heel tof zijn. Of hij. Of hij, ja, voilà. Ja. Heb je eigenlijk ook een idee waarom jij vroeger als kind gepest werd? Want deed je dan andere dingen of zo? Of werd je een beetje anders dan andere kinderen? Of? Ik wou er gewoon super graag bij horen. Ik was ook altijd super mager en ik wou dan iemand had een paard. Ah ja, ik heb ook een paard. Net zo ken het zo aan meepraten. En misschien dat wat stoorde, ik weet het niet. Dat zoiets was. Ik was heel mager en dan heel wit. En dat was dan misschien wat anders of zo. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien dat ze soms wat jaloers waren of weet ik veel, ik weet het niet. Dat je dan zo iets leuk aan had of ik zou het niet weten, want ik had niks abnormaal of zo. Ik was wel heel mager, misschien dat daardoor ook zoiets was, dat die zoiets hadden van, ja, weet ik het. Ik zou het echt niet weten. Maar soms is dat gewoon ook omdat ze zoiets hebben van, ja, daar willen we nu geen aandacht van. Het was ook soms van, ja, zij wel nu, soms mag ik er wel bij. En dan die niet. En dan die wel en die niet kennen het. Ja, kinderen zijn gewoon stout, hè. Die moeten hun zwakke schakel vinden, hè. En meestal zijn dat de kinderen dat zoiets hebben van, ja, we zullen die er maar uitgooien en die er maar uitgooien. Want ja, straks gaan ze mij eruit gooien. En kinderen hebben dat al heel snel door, heb ik gemerkt. Dat klopt. Dus ja, ik denk dat daarom was. Op je sociale media ziet ook alles vrij perfect uit, of dat alles echt wel goed loopt. Maar met welke uitdagingen zit je eigenlijk momenteel? Alles loopt heel goed. Ik moet zeggen, ik ga het terug afkloppen, want ik zie altijd normaal. Ik heb nog niet echt zoiets gehad van, oh nee, nu loopt het echt slecht of dit of dat. Dus momenteel, de uitdagingen zijn gewoon dat er maar 24 uur in een dag is. En dat ik te weinig tijd heb om alles uit te werken dat in mijn kop zit. Maar ik denk ook gewoon ik denk dat het vooral belangrijk is dat je gezond blijft en je hoofd rust geeft. Want dat heb ik gewoon soms niet. En dan begin ik te panikeren en dan heb ik anxiety, want daar heb ik wel heel veel last van. Dat ik zo echt zo ademhalingsproblemen heb en zo wat angstig ben en mijn hart echt zo vol kloppen. Dat ik denk van, oh, en dan niet goed kunnen slapen. Maar dat moet ik nog doen. Ah ja, die bank moet ik nog sturen. Ah ja, dat is nog gebeurd. En misschien moet Melanie nog dat in orde brengen. Die mail, die dat. En ach, daar word ik gewoon zot van, kinders. En ik denk dat de grootste struggle is waar ik nu tegenop weeg met mezelf in controle te houden. Dat ik niet in overdrive ga. Ja, want je bent heel hard bezig met vooral het fysiek. Als ik het even zo heel zwart-wit mag schetsen. Mm-hmm. En sapjes en andere dingen. Maar ik hoor ook praten vooral ook over het psychische, het mentale. Hoe gaat je daarmee om? Of hoe probeert je daar eigenlijk ook een beetje fit te houden? Door op tijd een break te nemen, zoals nu. Hè. Morgen gaan we naar Ibiza, keileuk. En dat je gewoon genoeg pauze neemt, is een pauze inlast om met je vriendjes te gaan eten. Op tijd zeggen van, oké, nu doe ik de gsm weg. Ik ga ook zo naar een, dat is niet echt een psycholoog, maar zo een spirituele coach is dat. En dat is om stenen en zo. Als mensen mij daar zo soms zouden zien liggen, die zouden zeggen, dat is hier kant dit camera. Maar ik vind dat wel heel tof en dat werkt voor mij. Ik vind dat wel, dat kan ik zo, dat is een goede, standvastige basis om daar op terug te vallen. Om zo te mediteren, stenen,
te zetten, om positiviteit aan te trekken. The Secret lees ik ook heel vaak om, en kijk ik vaak van the things you think you will manifest en alles wat je aantrekt. Dus dat probeer ik te doen en dan dat houdt mij wel in balans. Dat is mooi. Ja, ik ben zelf ook echt wel fan van meditatie en ademhaling. Ja? Ja, ik doe dat ook echt elke ochtend bijna. Echt? En welk programma doe je? Ik heb zo van zo'n Headspace, ken je dat? Dat is echt zo, ja. Dat is echt kei gemakkelijk. Dat is echt zo, je kunt daar ook gewoon naar luisteren en dat begeleidt je gewoon helemaal. Zalig, hè? Ja, ik ja, zo, ook. Omdat je dan echt ook gewoon bewust wordt van, oké, ja, terug wakker. Want ik heb ook inbeeld dat je nu op vakantie gaat naar Ibiza nu. Kun je ook echt effectief die knop omzetten of is dat af en toe nog wel zo van, oei? Ik denk dat ik tot in de auto, want morgen komt iemand ons ophalen met een computer, hup, en dat brengt ook, hè. Dat is nog een hardere workaholic als mij, want die heeft nog meer bedrijven als mij. En die zit ook op zijn computer, ik ook op mijn computer, gsm, computer, mail, hup, dan ook doorsturen tot dat wij in dat vliegtuig gaan. Dat is altijd. En dan daar zal ik af en toe nog wel eens mijn gsm checken en zal ik zorgen dat die stories nog wel eens op punt staan en sowieso. Maar ik kan ook wel zeggen, oké, nu is het lunchtijd, nu zetten we van alles af. Maar dan gaan we natuurlijk wel weer op terug naar uw eigen Instagram. Ah ja, we zullen daar nog eens een foto van pakken. Ik heb een samenwerking met dat. Ik zal dat eens aandoen. Maak er eens een foto van. Zo. En is er ook niet vermoeid dat je dan terugkomt en je ziet al die berichten of je notificaties of je to-do-list, want die, ja, die stapelt eigenlijk op. Naarmate dat je niks doet die week, toch? Of? Goh, nee, ik zorg echt wel dat ik heel veel afwerk. En de Instagram en zo blijf ik wel wat doen daar. En dan ondertussen doet Melanie heel veel. En die zorgt dat mijn to-do-list niet te hoog is, want die weet dat ik anders stilslaag. Je zegt er juist ook, in het begin van het gesprek, die quote dat je in de serie ook aanhaalt, dat er genoeg plaats is aan de tafel voor iedereen. Ja. Ik vind dat heel oprecht en ik vind dat een mooie quote, maar zelfs voor mezelf vind ik dat soms een moeilijke, omdat ik ook vaak de neiging heb om mij te gaan vergelijken met andere mensen die niet zozeer helemaal, maar wel gelijkaardige dingen doen. Ja. Dan is het toch altijd moeilijk omdat je zo denkt van, die is met dat bezig of die is met dat. En dan zou ik niet zo doen of niet zo. Dat is toch... Ja, weet je wat het gewoon belangrijk is? Blijf gewoon super dicht bij jezelf. Want dan ga je echt mooie dingen creëren. En ze zullen nooit zijn zoals jij zei. Nooit. They can steal the recipe, but the cookie will never be the same. Dat is echt waar. En dat heb ik nu echt beseft. Want daarvoor was ik echt bezig van, amai, die doet dat. Oh nee, misschien moet je daar ook op inspelen, dit en dat. En je hoort van veel mensen, ja, die zegt dat jij die nadoet. En dan denk je mijn eigen van, ja, inderdaad, zeg maar dat ik je nadoe. Ik denk dat het andersom is, zo ken je het. En dan lach ik er eens mee en dan denk ik van, ja, mensen die een gesprek willen. Van ja, kom, hey, misschien moet ik er eens een gesprek mee aan gaan, want zij is een naapster. En dan denk ik in mijn eigen van, ja, oké, fixeer je maar op dat negatieve. Doe dat maar, hè. Blijf maar in een negatieve spiraal. Ik ben wel positieve fixeren en zal ik wel heel hard werken om zotte nieuwe producten uit te brengen en nieuwe klanten gelukkig te maken. Zo kom ik het verste. En dat heb ik nu echt ook geleerd met die stenen en mijn mindset, om die zo te krijgen van, oké, ik ga gewoon volledig voor wat ik doe. En ik laat al die concurrentie of negatieve uitspraken voor wat het is. Ik vorm eigenlijk een bol rond mij, een bubbel. En alles kaats ik gewoon terug naar hun. Al die negativiteit komt gewoon terug in hun gezicht. Dat denk ik altijd. En dan krijg ik wel een zelfzeker gevoel. Dus. Is het een goede mindset? Ja, dat is wel goed. Soms verlies ik die ook wel een beetje als zoiets een mindere dag is. Maar uiteindelijk... Het kan altijd zijn hè, dat ze iets bij de concurrent iets beter vinden. Hè. En dat is het ook zo. Hè. Alles gebeurt voor een reden. En dan was die klant misschien ook niet voor mij bestemd. En dat is perfect. Mooi. Ja. Nu, dat je van uitdaging houdt, is voor mij ook wel duidelijk. Ik heb ook gezien dat je, ik denk dit jaar nog voor COVID, naar Dubai bent geweest. En dat je er ook een skydive hebt gedaan. Ja, ik dacht dat je dat al ging zeggen. Ja. Dat was het zotste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dat was, ik moet wel zeggen, de dag ervoor hebben wij echt uit geweest tot... toen waren die clubs nog open, hè, tot 6 uur of zo. Maar dat zou ik niet meer kunnen nu zelfs. Als ik nu zo 2 uur haal, dan denk ik echt van... Oh, nu moet ik gaan slapen, want ik ben echt kapot. Maar toen was ik nog los en dan drinken. Want dat moet ook kunnen, ook al bent je bikini body. En dan was ik eigenlijk nog een beetje zat. Toen ik uit dat vliegtuig ben gesprongen. Dat was om 9 uur dat wij daar moesten zijn. Ken het, ja. 3 uur later, ik zo, oh man, ik voel mij nog wel zo. Want de dag ervoor waren wij geweest en dan was dat... En waren wij op een foute dag. Die zeggen, nee, jullie moeten pas morgen springen. Dus ik had echt zoiets van, we zeggen dat gewoon af, want ik kan dat niet aan. Maar uiteindelijk had een vriend van mij dat geregeld.
En die had ook zo, die had dat met een paar vrienden van hem, allee, die werkt bijvoorbeeld voor Martin Garrix en zo. En die zei van ja, ik heb dat geregeld, hè, dat Martin ermee heeft gesprongen. Ik moet dat filmpje maar eens zien. Dus ik heb dat filmpje aan het zien. En die had dat echt, die vond dat super tof. Dus ik had zoiets van, oké, als ik met die gast spring, gaat dat wel leuk zijn. Want die had mij ervoor ook al gestuurd. You will love it. En dat gaat je mindset veranderen. Gaat veel meer dingen durven. Dus ik ben echt zo als eerste ook gesprongen. Ik zat echt zo in dat vliegtuig. Dat ding ging open, jong. Die deur. En dat was gewoon, ik bleef vliegen. En die deur was echt zo, ik kon echt zo de hele palm zien. Ik had echt zoiets van, ik had niet zoveel schrik als mijn vriend. Die was gewoon wit, hè. Die konden ze gewoon afvoeren. Maar ik had gewoon zoiets van, oké, let's do it. En die springt toch mee. Je kunt toch niet terug. Dus ja. Je kunt beginnen blijten. I don't want to do it. Die springt gewoon en je vliegt, hè. Cool. Dat was keileuk. Ja, ik zag het toen je beneden kwam, werd je echt een hele grote smile. Ja, je moet dat echt, ik zou dat los nog eens doen. Nu niet boven de 1,19 of whatever, maar wel zo in Hawaii of whatever. In Hawaii blijkbaar is dat het mooiste om te doen, want er was ook zo iemand bij die dat overal op over heel de wereld heen zegt. Hawaii, dat is echt ongelooflijk, dat moet je zeker doen. Dus ik zou dat echt nog eens doen. En binnenkort alleen springen dan? Nee, dat zou ik niet durven. Nee, dat kan ik niet. Stel je voor. Ja. Dat zou ik niet durven. Zijn er nog dingen op je lijst dat je echt wil doen, zoals die dingen? Zo bungee jumpen zou ik nooit doen, want ik heb een rugprobleem. Allee, ik heb zo wat pijn aan mijn rug, dus dat is niet goed gewoon voor mijn rug. Dus dat zou ik gewoon niet doen. Mm-hmm. En misschien zo wat grenzen verleggen, dat zou ik wel zo Expeditie Robinson of zo zou ik me nog wel zien doen. Oh. Dat is, ik zou bijvoorbeeld echt een joker trekken voor onder een tunnel te gaan. Gewoon in een tunnel te kruipen, dan blokkeer ik. Dat kan ik niet. Dan krijg ik claustrofobie en dan krijg ik anxiety. In een vliegtuig heb ik daar bijvoorbeeld ook moeite mee. Dat zou ik ook echt niet. Ik moet daar echt zo'n pilletje voor pakken, want dan weet ik soms, ik zit zo in een ijzeren buis en ik kan hier gewoon de komende zoveel uren niet uit om even lucht te scheppen. Dat zit zo in je hoofd, hè. Dat is echt, ja. Die vrijheid is belangrijk voor je core, het al. Ja, inderdaad. Maar voor de rest heb ik eigenlijk, dat vliegtuig was het zotste. Ik heb niet iets dat ik zeg van, oh, dat moet ik nog even vinken. Mijn boek was er één en dat komt er nu aan, dus ga ik heel blij mee zijn. Ja, over je boek gesproken. Je hebt ook, ik heb gezien dat je ook een e-book hebt geschreven. Ja. En dat was vooral, als ik dat zo vrij mag zijn, een kookboek. Of toch vooral met recepten van? Ja, recepten, mindset oefeningen en sport eigenlijk. Een heel klein boekje. Maar wel al heel veel tips in. En ja, dat is eigenlijk al meer dan 1000 keer verkocht. Dus dat is echt wel, allez, super. Op 3 maanden tijd of zo. Dus dat is echt wel crazy. En ja, ik heb er echt wel mensen mee kunnen helpen. Mensen die daar heel veel sportoefeningen eruit doen. En zeggen van, amai, super, dat ondersteunt mijn resultaat. En nu komt er echt een groot boek. Meer recepten, meer tips, meer tricks. Meer mindset oefeningen. Hoe dat ik mijn mindset aanpas als ik anxiety heb. Want ik kan dat heel goed in controle houden nu. Dat is wel chill. Bijvoorbeeld, morgen ga ik vliegen. Ik weet, oké, ik pak mijn, zo van die druppeltjes. Zo van die, ik ga dat nu halen van die CBD-druppels. Dat is echt super. Ik ga er echt zo super chill van. En van die relax rescue sprays. En dan weet ik, als ik dat pak, ben ik helemaal zen. En dan komt dat goed. En dat je je mindset goed op punt kunt stellen. En ja, die sportoefeningen ook. Dat je die, die zijn ook veel meer uitgebreid. Voor echt meer spieren aan te pakken. Ik heb dat ook allemaal met een personal trainer samengesteld. En de recepten met een diëtiste. Mindset met mijn mindset coach. Dus dat echt expertise ook in een boek is. Is dat ook misschien iets voor te doen, voor jou, voor Bikini Body, om ook zo van die producten, van die supplementen of zo erbij te steken? Want ik denk dat er ook wel heel vraag is, zeker ook als je ziet de mentale weerslag, denk ik, van die corona onder andere. Ik denk dat het ook niet onderschat is en dat mensen er misschien wel nood aan hebben om gewoon simpel 3 dingen van, oké, dat is iets voor angst, dat is iets voor stress en dat is voor zoiets bijvoorbeeld. Ja, ik wil dat heel natuurlijk houden en ik test altijd eerst zelf een maand mijn eigen product voordat ik iets uitbreng. Omdat dat echt, dat moet werken, anders ga ik dat niet doen. Ik kan echt geen kwatsch verkopen, dat is niet goed voor mijn naam ook niet. Dus ik ben er wel zo aan mee bezig, maar dat is moeilijk. Dat moet ook allemaal genotificeerd worden en ik wil dat dat organisch blijft, ik wil dat dat allemaal bio blijft en dat dat geen chemische stoffen bevat. Dus ben ik zo nog wel mee aan het experimenteren. It's coming. Je, in een van je boeken, om terug te komen, valt jij ook op dat traject van 8 kilo dat je verloren bent. Waarom heb je eigenlijk ooit de nood om 8 kilo te vermageren? Omdat ik 8 kilo was bijgekomen waar ik ooit
Allee, ja, ik had altijd mijn basisgewicht, altijd. En ineens komt er 8 kilo bij, dan is dat inderdaad voor mij persoonlijk, hè, want ik spreek al in de ik, want ik weet al dat andere mensen body positivity, hashtag, oh, echt, ik bedoel ikzelf natuurlijk, hè, dat is mijn eigen opinie, mannen, dat ik voel mij gewoon niet goed in mijn vel. En als je je niet goed in je vel voelt, dan, en je kunt daar iets aan veranderen, moet je dat doen, vind ik. Dus dat heb ik dan gedaan. Denk ik, ja, voilà, ben wel afgevallen. Oké. En probeer jij ook niet een beetje zo... Dat is misschien ook dat je een beetje, allee, ook vooroordeel misschien hebt, maar dat is wel een beetje eigen aan de mens, denk ik. Maar probeert je ook niet zo'n beetje een beeld, onnatuurlijk, of verwachten mensen ook niet zo'n beeld van, oké, ik wil het lichaam krijgen van Jill, als ik die stapjes ga nemen? Ja, veel meer, jawel, dat is inderdaad zowel wel de kracht van Bikini Body, door met dat social media platform te starten en natuurlijk jezelf zo goed te marketen. Want dat is eigenlijk wat ik doe. Hè. Ik doe heel veel mezelf before, after, van alle andere klanten. En mezelf dan ook filmpjes inspreken met alleen een sport-BH aan. Dan ja, mensen willen dat inderdaad zo. En dat maakt mij soms ook onzeker van, amai, dan moet ik wel zorgen dat ik altijd mijn apps behoud en altijd wel zie dat ik er goed uitzie. Maar ja, ik denk dat dat inderdaad in veel meisjes hun hoofd wel zo is. En ik ben daar kei vereerd over. Hè. Dan denk ik van, wow, dat had ik nooit kunnen dromen dat dat zo zou zijn. En ik ben daar wel blij om. Maar ik denk ook wel dat er mensen zijn die daar helemaal niet heel veel willen afvallen. Misschien 2 kilo's of zo. En daar kunnen we ook al gewoon perfect mee helpen. Of gewoon een healthy lifestyle op te bouwen. Ja. Dus, Je hebt mijn vriend Christophe, denk ik. En je zit er ook met 2 jaar mee samen of zoiets? 4, of ja. 4. Maar hebben jullie nog veel tijd samen? Want ik hoor ook heel hard, Christophe, meerdere bedrijven, jij ook. Waar vinden jullie nog tijd? Wij doen heel veel samen, bijna alles. Dat is echt crazy. Bijvoorbeeld, hij heeft mij net afgezet. Ik kom mijn cv's halen in een auto. Dan babbelen we een tijd van, oh ja, ik heb dat gedaan. En dan op het einde van de avond zorgen wij dat wij samen in bed kruipen. En dan samen eten altijd. We hebben altijd veel tijd samen. En dat is allebei onze passie. Hè? Onze job is onze passie. Dus dat is kei leuk als je als koppel een passie kunt delen. Dus dat versterkt elkaar alleen maar. En we hebben helemaal geen... Er komen nooit echt ruzies of discussies van, moest dat er zijn? Dan is dat op hetzelfde moment ook nog uitgesproken. Dus ik denk dat wij daarop wel keigoed op elkaar zijn afgestemd. Moet natuurlijk nog altijd wel spannend blijven. Hè? Dat je elkaar niet op een gegeven moment te zakelijk gaat zien. Dus dat probeer ik ook wel te doen. Bijvoorbeeld nu je pizza, keitof. Dan zitten wij amper over de zaak te praten. En dan is dat echt gewoon, ja, vriend en vriendinnetje, ja, zal ik maar zeggen. Al ja, op love vlak dan. Dus ja, dan laat ik dat venoten part wel even los. Allee, het is niet dat ik die altijd als venoot zie. Want als die binnenkomt, dan denk ik, maar jij ziet er weer goed uit of zo, ken het. Dus dat is, ik probeer dat wel zo. En ik probeer ook gewoon altijd nog aan mezelf te werken. En hij zegt dat ook. Want we hebben in de corona onszelf even laten gaan. En dan dacht ik van, ja, ik moet wel zien dat ik er nog straks blijf uitzien. Want ja, je moet dat wel voor elkaar blijven doen. Je moet blijven werken aan je relatie. Hè. Dat is een werkwoord. Relatie. Zeker. Ja, dat heb ik wel geleerd. Ja. Is het soms ook niet moeilijk om eigenlijk privé en werk gescheiden te houden? Omdat ik heb ook gezien dat je een huis hebt gekocht. Ja. Daar was ook een deel aan voor je zaak. Ja, daar komt de zaak. Is het dan niet nog moeilijker om... is er eigenlijk een lijn? Er is niet echt een lijn, denk ik. Mijn privé natuurlijk, ja. Bon, alles wat privé zaken zijn, is denk ik dat enkel binnen mijn familie blijft en dat niemand echt weet. Niet dat er iets speciaals is of zo, maar ik denk dat dat wel goed apart is. En we hebben echt een heel goede privacy in ons huis gebouwd. Dat de weg naar de zakelijke praktijk, dat is super goed afgesloten. Je ziet zelf niks van de praktijk. Dus dat meisje dat ervoor woonde, was ook heel gesteld op haar privacy. Dus daar hebben wij eigenlijk niet heel veel in moeten investeren. Dus dat is wel super. Dus ja, ik denk niet dat is gewoon makkelijk. Hè. Je bent nooit te laat. Je kunt gewoon de trap af en dan... Dat is waar, helemaal niet te laat. Ja, voilà. Want ik ben altijd te laat en mijn vriend ook. Altijd. Ik ben er zat van. Nu, je hebt heel veel ambitie, dat is ook wel duidelijk. Nu, waar liggen eigenlijk je doelen nog binnen, ik zeg maar iets, 5 jaar? Op pensioen, dat had ik toch gezegd. Dat weet ik niet meer eigenlijk. Heb je dat gezegd? Oh, zo stom. En in elk interview, voor mijn 30 ga ik op pensioen.
Of course not. Ik ga nooit op pensioen. Allee, ja, ik zou nooit kunnen stilzitten. Dat is een ding dat zeker is. Dat snap ik. Dat zou leuk zijn natuurlijk, hè, als je de Euromillion strikt. Maar dat is ook niet mijn ambitie. Ook al zou ik de Euromillion strikken, zou ik altijd blijven werken. En ik denk over 5 jaar dat ik gewoon meer producten eventueel op de markt kan brengen. Dat dat allemaal sneller gaat, want notificatieperiodes duren heel lang. Dat allemaal super snel gaat, alle ideeën dat ik kan waarmaken die daar nog in mijn hoofd oppoppen, dat die er kunnen zijn, dat ik meer mensen kan helpen, meer resultaten en iets kan betekenen gewoon in de economie. Want ik denk dat dat voor veel mensen nu echt met die corona een domper is en het is gewoon echt vreselijk. Wat zijn eigenlijk tips dat je kunt geven eigenlijk aan jonge vrouwen zoals jij om echt te zeggen van oké, let's do it? Ik denk gewoon altijd je droom volgen. Als je echt een droom hebt en je hebt zoiets van, ja, bijvoorbeeld dinosaurus worden of zo, dat kan niet, maar zo, wel een goede droom. Je weet. Wel zo echt zo van, als je een droom hebt van een eigen kledinglijn, een eigen multimedia lijn, whatever, alles. Als je leerkracht wilt worden, dat je er gewoon volledig voor moet gaan en fuck what everyone says, snap je? Je moet proberen echt gewoon je dromen te volgen en nooit je iets aan te trekken van wat mensen zeggen over je en heel dicht bij jezelf te blijven. Dat is misschien ook goed voor je. Je moet niet naar de concurrenten kijken. Zet een bubbel rond jezelf en stoot alle negativiteit af en focus je alleen op het positieve, zou ik zeggen. En voor de rest, ja, gewoon doen maar dat je zelf je intuïtie volgen en je gevoel en zo kom je eigenlijk het verste. Altijd bij je eerste keuze blijven. Bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is waar je in een restaurant gaat pakken en je denkt, oh, ik wil toch de vol-au-vent. Ja, nee, whatever, ik ga toch een spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese komt, trekt op niks. Die vol-au-vent heeft je vriendin, die is keilekker. Altijd bij je eerste gedacht blijven. En een beetje op de lijn letten natuurlijk. Wow, en als je er nog thee of sapjes aan kunt drinken. Ja, voilà, daarna. Laat u maar gaan en komt daarna dan maar naar mij. Ja. Op Facebook is ook heel duidelijk dat je van dieren houdt. Heb je eigenlijk zelf dieren? Ah ja, je hebt dat helemaal gezien. Ja, mijn Facebook, dat is nogal eens een dierenplatform. Ja, ja. Ik heb 3 dieren. Ik heb 2 katten, 2 Bengaalse en een hondje dat nu van Roemenië gekomen is. En daar wil ik wel graag iets mee doen. Ik wil zo wel... Ja, ik wil daar wel... Ik wil eventueel met Bikini Body zo wat geld inzamelen, acties doen om dat te kunnen schenken aan asielen. Ik ben een heel harde dierenmens. Ik weet niet wat dat is. En er zijn ook wel veel kindjes dat geholpen moeten worden, sowieso. Maar ik ben heel gevoelig aan dieren. Omdat dieren, ja, die kunnen... Ja, ik weet het niet. Ja, kindjes ook natuurlijk. Hè, die kunnen niet voor hunzelf nog niet opkomen. Maar ik heb gewoon een super hard zwak met dieren. Ik heb enorm veel met dieren. Ik ben echt zo de Brigitte Bardot van deze eeuw, zou ik maar zeggen. Ik heb ook een paard gehad. En ik wil daar echt wel zo wat dingen mee doen. Dus ik hoop dat ik ooit eens kan volunteeren ergens om iets met dieren te kunnen doen. En ik stort ook al het geld naar mijn nicht. Die heeft een organisatie, Bright Eyes heet dat, om maandelijks een bedrag te storten voor die dieren. Ik heb dan een hondje, een virtuele dogman ben ik, en die noemt Henk. En die heeft dan die heeft maar 3 pootjes, dacht ik. Ja, die had iets aan zijn poot. Dus ja, Henk is echt wel zo erg. Dus ja, dan moet je voor dat dier, moet je dan een bijdrage betalen voor die operaties, voor eten, voor verzorging. Dus het is wel belangrijk dat je dat dan doet, hè. Ja, dat ligt mij gewoon supergevoelig. En sommigen kunnen zeggen, je kunt beter je geld geven aan dat. Maar ja, ik persoonlijk vind dat belangrijk. En ja, bon. Wil je ook in je nieuw huis ook gewoon keiveel dieren, varkens of zo? Of ja, ik wou 2 alpacas, maar ik krijg het er nog niet door. Ik heb zelf namen, Bonnie en Clyde, wou ik. Want we hebben een bos aan ons huis. Dus nog daarachter is nog eens een bos. Dus ik dacht van, ja, ik pak gewoon alpacas. Maar ik vind dat wel belangrijk. Alpacas moeten heel veel verzorging, denk ik, wel hebben. Dus, en dan, ik heb er niet zo heel veel tijd voor. Mijn hond pak ik wel bijvoorbeeld overal mee. Mijn vriend heeft die nu. Ja. Dus pak ik de hond mee en dan... Zo is dat eigenlijk. En je kreeg het er niet door omdat je vriend geen alpacas wou? Of? Ja, die wil dat wel, maar dan... Die zegt dan zo, ja, schat, zouden we dat wel doen? Dat is vooral zoveel, zoveel verzorging. Dus misschien heb ik wel een extra hondje van Roemenië. Adopteer. Ik vind dat echt belangrijk. Adopt, don't shop. Vind ik zo belangrijk. Er zijn zoveel dieren die hulp nodig hebben.
En ook puppies, hè. Er zijn puppies in die asiela. Dus je kunt beter eerst daar gaan zien dan dat je dat bij zo'n broodfokker koopt. Want die dieren zijn nu zo dankbaar. Ellie is mij zo dankbaar. Ik voel echt zo. Die is zo kei. Oh, die komt mij ook al zo wakker maken in de ochtend. En dan denk ik echt wel van, oh, irritant. Maar het is wel kei schattig. Die is super dankbaar. Dat ze gevoel dat echt van zo'n dier. Zijn er ook momenten waar je dan rust in vindt? Omdat je altijd zo bezig bent? Ja, sowieso. Ik kan soms als ik zie dat mijn kat zo ergens schattig ligt of mijn hond, dan kan ik zo even alles wegleggen. En er even bij gaan liggen en zo aaien. Dat is kei zalig, hè. Dat is echt zin, hè. Heb je ook nog veel momentjes met Christophe dan, dat je gewoon echt thuis komt en ook gewoon in de zetel gaat zitten? En ja, de tv staart gewoon? Ja, tegen een uur of één, s'nachts. Ja, daarvoor, we hebben gewoon altijd, onze agenda is altijd vol tot 9 uur of zo. Nu in het weekend, niet in het weekend, werken wij eigenlijk niet veel. Ja. Dus dan zitten wij de hele tijd in de zetel. Dus ja, we hebben echt wel nog genoeg me-time momenten. Moest dat eens een week zijn dat dat niet zo is, dan zeg ik wel van, hey, zeg, we zullen nog wel eens gaan eten of we zullen wel eens even iets doen, zodat we nog genoeg me-time hebben. Dat is wel belangrijk. Ja. Ja. Je gaat morgen ook naar Ibiza. Je hebt ook een heel speciale band met Ibiza, heb ik gezien, dat je vaak naar terug gaat. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe is die band ontstaan? Gewoon, dat is wat homecoming. Omdat ik vind dat zo zalig. Alles is super chill. Er is precies geen uur daar. Dat is allemaal zo heel layback. En de mensen zijn tof. En het weer is goed. De strandjes zijn super idyllisch. Ik wil daar ook gaan trouwen. En ja, ik ben daar echt verliefd geworden. Ik weet niet waarom dat komt. Ik denk gewoon, ja, de environment, de atmosphere. Heb je een favoriet plekje op Ibiza, of niet? Chiringuito, in Escavalé. Dat is zo zalig, dat is echt... Oh, daar wil ik trouwen. Dus dat moet ik nog regelen, allemaal. Bij deze is Christophe op de hoogte, hè? Ja, hij is al, die hoort dat elke dag. Als hij hier had bijgezeten, dan had hij gezegd, toch, dat hoor ik elke dag. Die zegt dat elke dag, ja. Ja, top. En ik hoop dat je op termijn ook die een boot kunt kopen in Ibiza, dan, hè? Ja, ja, maar nee, ja, huren is goed. Kopen, hè... Dat heb ik ook gezegd. Er zijn twee momenten dat je happy bent. Dat is een dag dat je hem koopt en een dag dat je hem verkoopt. Want dat veel geld kost. Top. Zul ik wel bedenken voor je tijd? Ja, jij ook. Dank je voor alle vragen en je research over mij. Sowieso. En ja, nog veel succes met alles wat je doet ook. Dank je. Kelly. Jij ook. Ik kan sowieso een theetje bestellen. Ik ben meer een thema en een koffieman. Ik had dat moeten zeggen dat ik erin heb meegepakt. Dat is voor de volgende keer dan, hè? Sowieso, de volgende episode. Zeker. Kijk, gewoon, hè. Bedankt voor uw tijd ook.